Vaak denkt men aan een logootje en wat kleurtjes en dat is het. Ik vind een huisstijl is best wel echt veelomvattend. Dat gaat gewoon heel diep en ver. Elke organisatie en elk mens heeft ook een soort blind spot. Dus men weet ook niet wat ze niet weten. Wat je uitstraalt, trek je aan. Met andere woorden, van stel dat je een appel voorstelt als een banaan, dan krijg je apen als klant. Als dat een klant tegen ons zegt, dan zeggen wij, dan moet je een ander bureau zoeken. Ja. Want wij vinden dan dat je niet authentiek bent. En als je weigert, zeg maar, om in de spiegel te kijken en weigert echt diep naar binnen te kijken bij jezelf en het eerlijke verhaal naar buiten toe uit te dragen. Die mensen zijn er zeker. Maar dan zijn wij niet het bureau wat een match met zo'n opdrachtgever gaat hebben. In een serie gesprekken in samenwerking met G2O praat ik over het belang van merken en branding. En in deze video zoomen we specifiek in op het belang van huisstijlen. Want wat is nou precies een huisstijl en wat maakt een huisstijl nou goed? Daarover ga ik in gesprek met de eigenaar van G2O, Gijs Huisman. Gijs, van harte welkom. Laten we nou eens beginnen, heel concreet, met jullie eigen huisstijl. Want heel vaak heb je het probleem van de schoenmaker met de versleten zolen, maar dat is bij jullie niet aan de orde, hè? Jullie hebben nagedacht over jullie huisstijl. Ja, daar hebben we in ieder geval ons best voor gedaan. Ja. We vinden het belangrijk dat een huisstijl, zeg maar, niet... Vaak denkt men aan een logootje en wat kleurtjes en dat is het. Ja. Maar wij vinden het belangrijk dat een huisstijl, zeg maar, echt doorleefd is en doordacht is. Maar ook als mensen bij je op kantoor komen, in ons geval, dat die beleving, zeg maar, optimaal is. En dat dat gevoel wat je oproept, zeg maar, aan de buitenkant ook aan de binnenkant letterlijk ervaren wordt. Ja, en het is cross-channel, om er even te noemen. Hè? Want mijn eerste ervaring met jullie, en dat zal met veel meer mensen denken gelden, is online. Hmm. Dan gebeurt er al wat, hè, als je bij jullie op de website komt. Ja, eigenlijk gaat het nog... Ja, dat klopt. Eigenlijk gaat het nog verder terug. Want eerst gaan we altijd kijken van, ja, wat is nou de ziel van een merk? En wat maakt nou jouw bedrijf of merk zo uniek? En waar zit dat onderscheidend vermogen? Hoe kun je dat nou dat vangen, zeg maar? Dus dan helpen we, gebruiken we, zeg maar, de archetypes van Carl Jung, zeg maar, om dat te duiden. Mm-hmm. Want mensen leggen niet zozeer een verbinding met een organisatie of object, maar men probeert, zeg maar, op een emotionele manier een band te leggen, zeg maar. Dus je probeert eigenlijk die emotie te raken in dat brein. En dat doen wij door middel, zeg maar, van het inzetten van archetypes van Jung. En bij onszelf is dat de creator en de magician, zeg maar. De creator, die is wat voor de hand liggend, hè, want we creëren letterlijk werelden. Maar de magician, die maakt eigenlijk, die transformeert ook. Dus we maken eigenlijk onmogelijke dingen en die een klant niet zozeer ziet, zeg maar, die halen wij wel naar boven en dat, ja, dat brengen wij tot leven. En die magician, die kom je meteen tegen als je op g2o.nl gaat kijken, vind ik. Ja, want ik was echt verrast toen ik op die website kwam. Het is echt, er zit een soort van magic in, toch? Ja, 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 zeker. En het is een abstract iets, hè, want je denkt van, ja, wat gebeurt hier, zeg maar? Het is, ja, er gebeurt best veel, maar het is ook iets bijzonders wat er gebeurt. En dat gevoel, zeg maar, dat proberen we tot leven te roepen, zeg maar, in onze website. We hebben ook een leuke brandmovie gemaakt die op een magician wijze eigenlijk vertelt wat we nou precies doen. Ja. Maar ook is het van belang, zeg maar, als iemand dan daadwerkelijk met je in gesprek gaat of ze komen bij je op kantoor, dat dat gevoel weer ook versterkt wordt. Hm. Nou, en dat is belangrijk, vind ik, dat een huisstijl, zeg maar, consistent doorvertaald wordt in eigenlijk alle middelen en mogelijkheden wanneer ze met je merk in aanraking komen. Wat gebeurt er allemaal als je bij jou op kantoor komt? Ja, dan je bent er zelf geweest, dus dan kun je het bijna beter aan jou vragen. Ja. Maar ja, we proberen eigenlijk dat mensen zoiets hebben. Wauw, dit is niet een kantoor, zeg maar, met een wit bureautje. Ja. En wat je wel verwacht van de buitenkant. Tenminste, de locatie waar jullie nu nog zitten. Waar we nu nog zitten, dat is een soort kil gebouw aan de buitenkant. Strak en zakelijk, waar bij wijze van het bankwezen zou kunnen zitten. Ja. En als mensen dan bij ons binnenkomen, dan zijn ze echt eigenlijk altijd wel flabbergasted van wat er dan gebeurt. Dan zeggen ze, dit is toch echt bijzonder. Ja, is het, absoluut. Ja. Ja, we maken mensen nu heel nieuwsgierig, maar dan moeten ze me bellen. Ja. Wat is een huisstijl precies? Hoe zou je hem willen omschrijven? Want wat je al zegt, veel mensen denken, oh ja, logootje en dan zijn we er wel. Wat omvat het allemaal? Nou, een huisstijl vind ik eigenlijk alles wat maar... eigenlijk alles waar je logo op staat, maar niet alleen dat. Want het is ook gewoon de totale beleving van je merk. Dus dat gaat, als het gewoon over ruimtes gaat, zeg maar, dan gaat het over geur, over muziek, zeg maar. Dus afhankelijk van je type merk natuurlijk. Maar stel dat je ergens binnenkomt en het gaat over een winkel. Wat voor geluid hoor je dan? Maar welke geur hangt er ook? Hoe word je ontvangen? Hoe word je te woord gestaan door de mensen? Dat is in eerste instantie niet, heeft dat niets met grafische vorm
werkomgeving te maken. Maar wel met de beleving van je merk. En ook met de uitstraling van je merk. Want al die touchpoints, dat roept een bepaald gevoel bij je op. En dat moet consistent zijn en passen bij je merk. Dus ik vind een huisstijl is best wel echt veelomvattend. Dat gaat gewoon heel diep en ver. Ja, maar dat betekent ook best lastig om het goed te doen. Wanneer is een huisstijl goed? Ik zeg altijd van die jas die je aan de buitenkant aan hebt, wat mensen zien en ervaren, die moet passen bij wat er in die jas zit. Wat er in die jas zit, dat klinkt wat abstracter, maar dat is zeg maar wel bij het individu. Als je het over een mens hebt, maar als je het over een organisatie hebt, dan moet het moet ademen wat het DNA van binnen is. Dus met andere woorden, als ze bij ons aankloppen en ze zeggen, ja, we willen eigenlijk zo'n uitstraling en zus uitstraling, want dat vinden we mooi, dan zeggen wij, ja, laten we eerst eens even gaan kijken of dat ook met bij wie je bent. En want wij zijn niet een bureau die zomaar een soort laagje oppoetst, wat een soort een pleisterlaagje is, zeg maar. Dat een klant zegt, nou, dat willen we per se. Ja. Want ik zeg altijd van, als je bijvoorbeeld zegt van, nou, we willen een uitstraling hebben als een Mercedes, bijvoorbeeld, om een automerk te noemen, maar je bent diep van binnen een Opel, dan creëer je een verkeerde verwachting. Want als mensen dan bij je in de zaak komen of met je merk in aanraking komen, dan laat je het gedrag zien van een Opel. Ja. En dan is het gewoon een mismatch en dan ben je niet consistent. Maar jij vermenselijkt een organisatie bijna, hè? Ja, ik zie het wel als een mens, als het ware. Want mensen leggen een verbinding met mensen. En een merk wordt gemaakt door de mensen die achter dat merk werkzaam zijn. En in zo'n organisatie werkzaam zijn. Ja. Of het nou een productmerk is of een organisatiemerk. Ik zeg altijd van, altijd komt de mens aan bod. Hoe pak je zoiets aan? Hoe zorg je dat je de juiste huisstijl krijgt? Wij gaan met onze methodiek gaan we eerst altijd kijken gewoon van wat maakt deze organisatie tot datgene wat het is. Dus wat is de energie die er stroomt? Wat zijn de dingen waar men dagelijks op acteert, zeg maar? En we duiken eigenlijk een beetje onder het maaiveld om. Maar dat zijn niet in eerste instantie alleen maar de producten en diensten en services. Nee. Zijn dat de verhalen? De ongeschreven regels, zeg maar. Hoe gaat men met elkaar om? Wat is het stukje cultuur wat je voelt als je in zo'n organisatie een dag rondwaart. Ja. Wat gebeurt er dan met je? En wat voel je dan? En vervolgens kijken we niet alleen wat we voelen, maar we willen ook die informatie duiden. En dat noemen wij, dat doen wij met een soort brandscan, zeg maar, een analyse van de identiteit. Ja. En vervolgens spiegelen we, zeg maar, onze klant daaraan. En dan zeggen wij van, ja, dit zie je en dit weet je. Maar elke organisatie en elk mens heeft ook een soort blind spot. Dus men weet ook niet wat ze niet weten. En dat proberen wij naar boven te verhalen en te vertellen. En met als doel om te kijken van welk karakter zou dan bij je merk echt passen. Want een karakter, dat is niet, zoals ik net zei, een buitenkant laagje. Nee. Dat moet geworteld zijn in de identiteit van je organisatie. En in die voedingsbodem, daar groeit je merk. En dat hang jij op aan dat Carl Jung-model met die archetypes. Ja, vervolgens bepalen we daarna, zeg maar, wat het primaire en secundaire archetype is. Dus het primaire, dat is gewoon het meest waarneembare. Ja. En het secundaire, dat kleurt het primaire archetype. Ja. Nou, en dan zeggen wij tegen een klant, dan moet je de tone of voice bepalen, zeg maar. Dus welke woorden gebruik je wel en welke woorden niet. Ja. Nou, en vervolgens ga je kijken, oké, hoe gaat dat lichaam, zeg maar, verder vorm krijgen? Dus welke kleuren ga je gebruiken? Welke vormentaal ga je gebruiken? Welke typografie? Wat ik altijd zo mooi vind, als jij je werk goed doet, dat is, ik had het ooit, kwam ik in een huis en toen zeiden mensen, dit is zo mooi, zeiden ze, dit klopt. En toen dacht ik, ja, dat klopt, want die is een half jaar een interieurarchitect is bezig geweest om dat kloppend te maken. Ik kan me voorstellen, als jij je werk gedaan hebt, dat het eigenlijk als iets heel logisch is, terwijl dat voor jou echt een ontleden is geweest om er te komen, maar het uiteindelijk klopt het. Ja. Snap je? Ja, mee eens. Ja. Ja, en het klopt, zeg maar, bij onze klant. En ze moeten echt als een passende jas voelen, zeg maar. Ja, maar dan heb je dat pad wel voor nodig. Zo bedoel absoluut. Ik het eigenlijk. Ja, als je dat pad dus niet zorgvuldig hebt gedaan, zeker niet. Dan klopt het dus niet. Nee, wij vergelijken het eigenlijk altijd met het bouwen van een huis. Hè. Dat kun je pas goed doen als er wel een degelijk en deugelijk fundament aan ten onder ligt. En dat is met ons werk ook zo. Als je dat die eerste stap niet goed doorloopt, dan kun je nooit iets creëren wat echt voelt als iets eigens wat bij onze klant past of bij het merk past. Ja. Wat is het effect op, wat is het belang van een naam? Hoort dat ook bij de huisstijl?
Ja, naam vind ik zeker wel een onderdeel. Want de naam roept ook een bepaald gevoel op. Er kunnen bepaalde associaties aan klanken vastzitten. Ja. Dus een naam kan bijvoorbeeld een hele vriendelijke, open klank hebben. Of juist een vrouwelijke klank. Of juist een harde, mannelijke klank. Maar die kan misschien dus ook niet matchen? Die kan ook niet matchen. Nee. Die kan gewoon qua gevoelswaarde zeg maar totaal iets verkeerds oproepen. Of tenminste niet matchen met de klant of de organisatie. En dan kan het ook als consequentie hebben dat je dus met het advies komt van we moeten naar die naam gaan kijken. Ja, dat zeggen wij ook wel eens. Dat is wel een groot iets natuurlijk. Want ja. Stel voor dat een organisatie 10, 15 jaar of 20 jaar bestaat of ja. een bepaald merk. En stel voor dat je dan aan die naam gaat sleutelen, dat houdt nogal wat in. Maar als het ook de potentie die wij soms in een merk zien, zeg maar, of in een organisatie zien. En het staat die potentie in de weg, dan zeggen wij van nou, neem het mee ter overweging. Uit strategisch oogpunt zou je misschien verder kunnen komen om die potentie als het ware te ontsluiten door misschien die naam wel eens aan te gaan passen. Ja. En typografie en kleur en dat soort dingen, is dat dan bijna, om maar vergelijken met een huis te maken, het aflakken van het muurtje? Of is het belangrijker dan dat? Ja, het is, je kan het eigenlijk bijna niks kun je loszien, vind ik. Want de typografie, dat moet ook bij je merkkarakter passen uiteindelijk. Maar dat geldt ook voor de kleuren en de vormentaal. En dat moet een soort harmonieus geheel worden met elkaar. Ja. Dat je zegt van, hey, al die kleine elementjes, die zijn logisch en passend bij elkaar. En dat versterkt het en dat maakt het tot één goed geheel. Kun je eens voorbeelden noemen? Goeie of slechte? Om concreet te maken wat je hier allemaal zegt. Ja, wat ik zelf een goed voorbeeld vind, maar dat is misschien wat minder bekend, maar dat is het merk Aesop. Misschien ken je dat. Dat is van de zeepjes en geurtjes. En ik ben zelf een groot liefhebber van geuren. Ja, ja. En dat is ooit opgericht door een volgens mij een Australische kapper. Die hebben eigenlijk een heel basic uitstraling. Maar dat vind ik een heel goed doordacht concept, zeg maar. Want als je de brandstores hebt, zoals in Amsterdam zit een brandstore, en dan ademt dat hele merk, zeg maar, eigenlijk een soort natuurlijke uitstraling heeft dat. Maar er worden natuurlijke materialen gebruikt. Het is eenvoudig, maar het gaat om de essentie van de geuren. En die komen maximaal tot leven, zeg maar. En de aandacht wordt niet afgeleid door een exotische verpakking. Maar dat is allemaal heel basic. Dus je krijgt een soort natuurlijk gevoel. En dat vind ik een heel goed doordachte huisstijl. En dan zie je dat zo'n huisstijl, als je aan zich naar het logo kijkt, dan is dat heel eenvoudig. Het is gewoon een schreefletter, zeg maar. En het is altijd in zwart wordt het afgebeeld. En er zit een streepje boven de E. Maar door de consistentie maakt het gewoon een kloppende wereld. Maar dan zie je dat zeg maar zo'n experience wat je meemaakt in zo'n store, dat zo'n huisstijl veel meer is als alleen een lettertypetje en een kleurtje. Van fusies. Ja, als we volgens naar zo'n grote, daar heb ik zelf altijd moeite mee, met zo'n Vodafone Ziggo bijvoorbeeld. Dat zijn twee merken. En dat zijn er nog steeds. Ja, ja, werkt dat? Ja, dat lijkt me best verwarrend, want volgens mij lijkt het dat ze geen keuze maken wat ze nu echt zijn. Hè? Ja. Dus ze voegen het niet echt samen. Misschien durven ze dat niet. Ja. Maar misschien zijn het ook wel echt intern hè, twee werelden. Dat kan ik niet helemaal beoordelen, omdat ik de casus niet van binnenuit ken. Maar ja, het zou sterker zijn, zeg maar, of dat je het echt helemaal los positioneert van elkaar. En dat het echt twee merken zijn. Ja. Nu lijkt het voor mijn gevoel een beetje halfslachtig, want je veegt het samen en toch ook weer niet. Ja, precies. Ja. En dan oranje en rood ook nog. Ja, ja, ja. Wel heel warm. Ja, dat wel. Hey, is dit voor alle bedrijven van belang? Stel, ik ben ZZP'er of ik ben een kleine MKB-ondernemer. Eind twee vragen. Is het dan ook van belang? En twee, is het dan ook zo'n redelijk complex? Is het dan ook echt zo'n hele journey die je door moet om het goed te doen? Ja, kijk, om met de laatste vraag te beginnen. Ik denk, dan moet je er ook doorheen. Alleen dat gaat sneller, omdat het bewijs van een kleinere organisatie is. Ja. En ik zeg altijd zo, wat je uitstraalt, trek je aan. Met andere woorden, van stel dat je een appel voorstelt als een banaan, dan krijg je apen als klant. En als die uitstraling dus niet goed is, dan trek je ook niet de juiste klanten aan. Ja. En die juiste klanten, die kosten energie als het niet de juiste klanten zijn. En dan heb je letterlijk een mismatch. Ja. Dus dan krijg je ontevreden mensen of je eigen energie loopt weg. En of dat nu een kleine organisatie of groot is, dan is dat eigenlijk in mijn optiek altijd van belang dat je de uitstraling hebt die past bij wie je bent. En daarom is zo van belang dat je eens goed kijkt naar wie je zelf bent. En waar nou je eigen kracht, maar ook waar je eigen energie echt zit. Je kan
kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, je kan twee dingen doen. Je kan een filosofie hanteren en zeggen, oké, we gaan op zoek naar wie wij zijn. En dat gaan we consequent uitbouwen en uitdragen. Ik kan me ook voorstellen dat ik heel opportunistisch ben en dat ik zeg, nee. Dit zijn de klanten die ik wil hebben. Dit zijn de klanten waar ik de komende 5 jaar me volledig op wil focussen. Zeg jij maar wie ik moet zijn. Of werkt dat niet? Ja, als dat een klant tegen ons zegt, dan zeggen wij, dan moet je een ander bureau zoeken. Ja. Want wij vinden dan dat je niet authentiek bent. Nee. En als je weigert, zeg maar, om in de spiegel te kijken en weigert echt diep naar binnen te kijken bij jezelf en het eerlijke verhaal naar buiten toe uit te dragen. Die mensen zijn er zeker. Maar dan zijn wij niet het bureau wat een match met zo'n opdrachtgever gaat hebben. Of je moet compleet reorganiseren en jezelf opnieuw gaan uitvinden. Ja, maar dan nog steeds ben je zelf onderdeel van het geheel. Ja, en kun je je eigen identiteit nooit uitschakelen. Nee, en dat gebeurt wel eens dat iemand zegt, ja, we willen graag zo'n jasje aan de buitenkant hebben. Dan zeggen wij van, ja, als je dat echt wil, ja, dan sorry, dan moet je echt bij een ander bureau zijn. Helder. Er zijn nog een paar dingen die ik wil weten. Ik kom wel eens bij corporates en niks ten nadele van corporates, zijn zeer gewaardeerde klanten ook van mij, maar die hebben dan soms huisstijlgidsen en manuals. Wat is jouw mening daarover? Nou, wat wel belangrijk is, is dat een huisstijl, zeg maar, als je puur naar de grafische vormgeving kijkt, is dat die huisstijl, zeg maar, consistent wordt doorgevoerd. Dus niet dat je de ene keer het logo of de kleuren zo toepast en de andere keer weer zo. Dus in dat opzicht kan zo'n huisstijl manual wel zeker een handvat bieden aan de mensen die met dat merk en met de huisstijlelementen moeten werken. Dus om dat enigszins, zeg maar, te borgen, kan zo'n huisstijl manual of zo'n huisstijl handboek, net hoe je welk naampje eraan geeft, zeker wel helpen. Maar dat geldt ook voor het schrijven van teksten. Dat is zeker ook niet onbelangrijk. Want de tone of voice, welke woorden gebruiken, maar welke zinsopbouwen gebruik, welk gevoel stop je daarin? Ja. En als je dat dan goed in een brand guide beschrijft, zeg maar, dan kan dat zeker helpend zijn voor de mensen die ook intern misschien iets moeten schrijven. Maar dat gaat ook voor een salespresentatie of als je een offerte maakt, welk gevoel stop je daarin? Hè? Dat is wel echt van belang naar mijn mening. Ook maar ze zijn soms zo dik. Ja, maar je moet ze dan gewoon wat dunner maken en to the point. Weet je wel? Want als ze heel dik zijn, dan zijn ze niet bruikbaar, denk ik. Oké. En wat ik ook nog van je wil weten is, er zijn ook best wel veel ondernemers en die denken, oh joh, ik kan nu op makeyourlogo.com of zo, of makemyhousestyle.nl, weet ik veel. En dan typ ik in van, nou, ik ben zo'n soort bedrijf en dit doe ik. En dan zegt die website, die zegt het, en dan heb je een logo. Hoe zie jij de toekomst, zeg maar, daarvan en van dat soort technologieontwikkelingen? Ja, het is mooi dat het kan, maar ik denk als je jezelf echt serieus neemt, dat je dan toch, zeg maar, met een expert daarna gaat kijken. En ik zie dat niet als een bedreiging voor ons vak, want ik geloof zeker dat, ondanks dat er heel veel technologie is en dat er heel veel kan, dat zeg maar een creatieve geest nog altijd nodig is, zeg maar, om dit verhaal wat ik nu net zeg, en het is eigenlijk een mix van psychologie, van marketing, communicatie, vormgeving en al die krachtvelden en speelvelden, zeg maar, om dat echt te doorgronden, dat zie ik toch echt als een specialisme. En dat kun je nooit, zeg maar, met een algoritme even naar voren halen. En hoeveel tijd kost het? Qua doorlooptijd of totaaltijd? Ja, dat kan zeg maar een week zijn, dat kan 2 weken zijn. Een beetje afhankelijk van de grootte van de huisstijl. Maar soms is het ook zo dat je 4 dagen aan het prutsen bent, aan het zoeken bent. En dat je, zeg maar, in een split second, zeg maar, denkt van dit is de vorm. Weet je? Dus dat hoort bij een creatief proces. Dat hoort bij een creatief proces. En dan zijn die 4 dagen toch nodig, zeg maar, om dat proces te doormaken. En het daadwerkelijke resultaat, dat hoeft, als je dat eindresultaat ziet, is het misschien een uur werk. Weet je? Maar om daar te komen, doormaak je, zeg maar, met je creatieve brein en team toch wel dat proces moet je doormaken. Hoe lang hebben jullie erover gedaan? Van, zeg maar, initieel, zeg maar, ervoor gaan zitten totdat G2O qua brand er stond? Wij hebben daar zelf vorig jaar zeker een half jaar over gedaan. Ja. Maar dat had ook vooral te maken met mezelf. dat het team tegen mij zei, we hadden eerst best wel een redelijk recht toe recht aan logo met zwart en wit. Ja. En ondanks dat we dit allemaal weten zelf, werden we intern erop gewezen van, ja, als we dit zijn, dan past wat we hebben, het past niet meer bij me. En toen dacht ik van, oh ja, dat zeggen wij dus ook tegen een klant. Ja, ja. En van een klant verwacht ik dat ze in
vier weken tijd alles beslissen. En toen dacht ik, oh, nu kan ik beter plaatsen dat een klant, zeg maar, of een opdrachtgever soms daar wel een paar maanden voor nodig heeft voordat hij dat ei gelegd heeft. Ja, weet je? Ja, ja. En dus in dat opzicht hebben wij er best wel even over gedaan voordat we zover waren. Dat ik zei, nou nee, dan moeten we echt om en dan moet alles veranderd worden. Ja, nou ja, het resultaat mag er zijn. Ja. Dankjewel Gijs voor dit gesprek. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar deze video. En we hebben een serie van meerdere video's. Dus kijk gerust op de playlist op het YouTube kanaal van 7DTV als je meer van deze gesprekken met Gijs Huisman van G2O wil zien. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!